Prominente Nederlanders delen met ons hun enthousiasme over de mooiste dingen uit de wereld van kunst en cultuur. Vandaag ga ik daarvoor naar Delft, naar architect Francine Hoebe. Francine, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het allermooiste? Nou, het allermooiste wat ik onlangs heb gezien is de tentoonstelling van Vermeer en de Masters of Genre Painting. De genrevoorstellingen in Washington D.C., de National Gallery. En wat is dat nou leuker om die te gaan bezoeken terwijl je zelf hier in Delft zit. Hè? Dus we hebben nu uitzicht op de grachten van Delft, want Johannes Vermeer komt uit Delft. Mm-hmm. Waarom is het zo'n ontzettend mooie tentoonstelling? Omdat ze eigenlijk per kamer hebben georganiseerd verschillende voorstellingen. Bijvoorbeeld alle vrouwen die iets schrijven of borduurwerk aan het doen zijn. En dan gaan ze al die schilders met elkaar vergelijken. Dus Vermeer, maar ook Gerend ter Borch, Gerard Douw, Gabriel Metsu, Pieter de Hoog. Die gaan ze allemaal met elkaar vergelijken. En dan zie je ook echt waar, hoe waanzinnig goed Vermeer is. Bijvoorbeeld, er hangt een schilderij. Hè. We hebben natuurlijk altijd over dat wij het straatje van Vermeer kennen en zicht op Delft en het melkmeisje, maar het meisje met de parel. Mm-hmm. Maar als je dat schilderij ziet hangen van de schrijvende vrouw in het geel, daar in Washington, je hebt nog nooit zoiets moois gezien. Dus ik heb echt een half uur staan zitten kijken hoe die dat gele, goudgele vestje, of ja, hoe noem je dat? Zo'n heel mooi jasje wat ze aan heeft, hoe dat geschilderd is. Echt fascinerend. Dus ik dacht al dat wij de mooiste hier in Nederland hadden hangen, maar die hangt echt aan in Washington. Ja. En wat ik ook ontzettend mooi vond, was een tentoonstelling die heel goed bezocht was. Maar je stond eigenlijk, je moest wachten voordat je erin mocht. Maar het was heel goed georganiseerd, want je kreeg allemaal een heel klein boekje wat uitlegde wat je ging zien. Dus het wachten was eigenlijk heel erg leuk, omdat je eigenlijk heel goed voorbereid die tentoonstelling inging. Dat vond ik echt een tip voor tentoonstellingen ook hier in Nederland. Ja. Wat ik ook heel inspirerend vind, is om toch beter te snappen hoe in die tijd Vermeer werkte. Hoe hij geïnspireerd werd, maar ook opgejaagd door zijn collega's. En hoe die elkaar bezochten. En ook hoe hij woonde natuurlijk in Delft. En Delft is natuurlijk ook de stad van de innovatie, ook toen al. Dus hij was ook heel erg gelinkt weer aan wetenschappers hier. Hè. Men vermoedt toch dat hij al met een donkere kamer werkte en dat hij een voorloper was van de fotografie. En dat gebeurt natuurlijk ook in een stad als Delft, waar natuurlijk de hele wetenschap ook belangrijk aanwezig was. Die woonden gewoon bij hem om de hoek, deze mensen. Het is een hele mooie tentoonstelling die al eerder ook, ik dacht, god, het is leuk als ze niet naar Washington kunnen, kunnen ze ook naar Parijs of Dublin. Maar daar is die tentoonstelling al geweest. Ik zou ook echt vinden dat hij naar Nederland, hij verdient natuurlijk echt om die tentoonstelling hier naar Nederland te halen. Maar ook het boek dat is gemaakt is echt waanzinnig mooi. Het heet gewoon Vermeer en de Masters of Genre Painting. Het is echt een boek waar heel veel onderzoek is naar gedaan, maar ook alle schilderijen heel mooi in staan. Nou, maar ook als je het boek niet haalt en niet de tentoonstelling, moet je naar de website gaan. Die is ook waanzinnig goed. Oké. De website. Vermeer, Master of Genre Painter. Je kan dus naar Washington, je kan het boek lezen of je kan de website bezoeken. Dankjewel. Het allermooiste volgens architect Francine Hoeben.